Hallo iedereen, mijn naam is Jeroen en ik word over ongeveer een maand 16. Wat natuurlijk betekent dat ik nu midden in de puberteit zit. En de puberteit is natuurlijk niet een van de leukste dingen wat je zult meemaken in je leven. En ik dacht dat ik jou vandaag maar iets moest gaan vertellen waarom de puberteit niet zo leuk is. Nummer 1, en dat is gelijk ook de allervervelendste, is acne. Volgens mij heb ik nu niet echt puistjes. Je krijgt geen puistjes als je de hele dag in je bed Netflix aan het kijken bent en niets hoeft te doen. Als je naar een feestje gaat, of de eerste dag van school, of je gaat naar een bruiloft. Dat zijn de momenten dat je puistjes krijgt. Het is echt zo vervelend. Geurtjes. Lichaamsgeur. Het aller smerigste is de geur van oud zweet. Volgens mij kent iedereen deze wel. En volgens mij is het niet zo'n heel groot probleem om 1 minuut in de ochtend te nemen om ervoor te zorgen dat je voor de rest van de dag fris ruikt, zodat andere mensen geen last van je hebben. En ook als jij je jas ophangt in een ruimte waar lekker van die oude zweetlucht hangt, trek dat zo lekker in en dan blijf je dan maar ruiken. Het is gewoon niet zo fijn. Nummer 3 is ouders. Als ik om me heen kijk, heb ik behoorlijk geluk gehad met mijn ouders. En ik vind dat ik mag zeggen dat ze ook behoorlijk geluk hebben gehad met mij. Behalve dan natuurlijk als je vader de auto gaat stofzuigen als je aan het filmen bent. Afgezien daarvan, niks mis met mijn ouders. Maar er zijn wel een boel mensen van mijn leeftijd die wel heel veel conflicten hebben met hun ouders. Ik kan alles bespreken met mijn ouders en niets is te gek. En dat is heel fijn. Als ik je een tip kan geven, wees gewoon redelijk met je ouders. Ze hebben waarschijnlijk het beste met je voor. Nummer 4 is groepsdruk. Laat je niet beïnvloeden door groepsdruk. Het is zo dom. Als je onder druk wordt gezet om drugs te gaan doen of alcohol te gaan drinken of je oma te terroriseren, niet doen. Tenzij dat natuurlijk wilt, maar ik hoop van niet. Nummer 5 is gewoon puberteit in het algemeen. Het is natuurlijk niet de leukste tijd van je leven, maar je kunt er wel iets van maken. Doe je deodorant op. Poets je tanden, zet je glimlach op en ga ervoor. Vond je mij of deze video nou leuk? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. En natuurlijk een reactie achter te laten. Ik post wel eens wat leuke tweets en Snapchats en foto's. Dus volg je mij dan nog niet op Instagram, Twitter en Snapchat. Het is allemaal Jeroen V. Holland en de links staan in de beschrijving. Ik hoop dat je nog een geweldige dag hebt. Doei!